Vandaag ben ik weer op pad in Huizen, want wij krijgen een royale 2-onder-1-kap woning in de verkoop. Dit is de wijk waar de woning staat en zoals u kunt zien zit het direct gelegen aan de bossen. En wat wel leuk is om te vertellen is dat daar beneden de Seisjesberg is, de zwembad. Dit is de voorzijde van de woning en omdat het dus om een 2-onder-1-kap woning gaat heb je een heerlijke tuin helemaal rondom de hoek. En door de prachtige beplanting aan de voorzijde heb je ontzettend veel privacy, maar als we omdraaien is het eigenlijk helemaal niet nodig. Want dit is je uitzicht. En vanuit binnen is dan dus het uitzicht dit. Dat is de woning. Maar die kan ik wat moeilijk laten zien, want er is heerlijk veel privacy door alle hagen. Dus we lopen er even omheen. Want het is een grote oprit. Genoeg plek om minimaal 4 auto's neer te zetten. En er is ook nog een garage. En zoals we dat in Huizen doen, lopen we uiteraard gewoon achterom. Dan komen we direct bij een fantastisch mooie tuin. Super groot en heerlijke zonlichting. En als ik dan via het zijterras van de tuin naar binnen loop, kom ik als allereerste in deze prachtige royale woonkeuken. Genoeg ruimte om daar echt een grote eettafel neer te zetten. De keuken zelf is in een hoekstelling, heel veel kastruimte. En de ruimte wordt gescheiden van de woonkamer door middel van 2 hele grote schuifdeuren. En op de eerste verdieping zijn er in totaal 3 slaapkamers en een badkamer. Die zit hier. De hoofdslaapkamer die heeft ook nog toegang tot een eigen balkon. Wakker worden met dit uitzicht. En zoals ik al op het begin van de video zei, het is een groot huis. Ik sta namelijk nu op de 2e verdieping in de 2e badkamer. En op deze verdieping heb ik ook nog een extra slaapkamer en een hele grote voorzolder, momenteel in gebruikerskantoor. Er is trouwens ook nog een kelder met daglicht, maar die laten we zien tijdens de bezichtiging.